hou wel van het contrast tussen aan de ene kant een jonge, frisse, energieke ballerina en aan de andere kant het oude, versleten, rustieke, industriële verleden, zeg maar. En ik vind dat die twee heel goed met elkaar werken en ook de fijne details die je overal terugvindt, zeker met een camera zoals de GFX100S, dat werkt gewoon prima. Iemand toevallig zo'n flashvoetje mee? Daarnet schijnt je vast. Ja, maar we hebben dat ook gespeeld. Ik ben dus een geweldig frustreerde professor. Je zult dat wel merken. Ja, voilà. Ik werk graag met flitslicht omdat het de details in een foto nog extra tot uiting kan brengen. En ik verstop dan ook graag flitsers op de gekste plaatsen om subtiele nuances in mijn beelden te brengen. Het zou dan ook de eerste keer niet zijn dat ik de dag na een shoot nog even terug naar een locatie moet, omdat ik er eentje vergeten ben. Goed, we gaan stap voor stap gaan. Dus ik ga eerst de omgevingsbelichting is deze hier. Ja, dus dat ziet er goed uit. Sowieso met een camera zoals deze kan je eigenlijk alle kanten uit. Dus ik fotografeer nu gewoon in een filmsimulatie. Eterna is dat. Wat eigenlijk vooral voor filmmensen bedoeld is, maar ook voor fotografen vind ik dat handig, omdat ik op mijn LCD een hele zachte, contrastarme weergave krijg. En die Eterna is een hele goede benadering van het bereik dat ik heb in mijn RAW. En dan kan ik daar achteraf nog schaduwen gaan optrekken. Ik werk op ISO 100 in dit geval, dus ik heb heel veel recuperatiemogelijkheden zonder dat ik details verlies, zonder dat er ruis in komt. Als het kan, daar zo tegen de muur, dicht tegen de muur, en dat hij in die richting schijnt. Want zij gaat eigenlijk staan in de opening van de deur hier. Hier gaat model staan, hè? Ja. Ja. We gaan hier ook nog een laskeur opleggen, dus. De autofocusmogelijkheden van camera's met grote sensoren zijn normaal heel beperkt. Maar de GFX100S is een mooie uitzondering daarop. Niet alleen is de autofocus accuraat in moeilijke lichtomstandigheden, maar je hebt ook een uitgebreide range aan manual focus hulpmiddelen zoals focus peaking en zelfs een digitale scherptediepteschaal. Ja, dat is even goed met de rookzaal. Een camera die 102 megapixel aan kan, is maar de helft van het verhaal. Ook de lenzen die je erop zet, moeten die taak aankunnen. De GF-lenzen zijn hierop berekend en het resultaat is dat je als fotograaf beloond wordt met haarscherpe foto's die elk fijn detail en elke nuance tonen. Flitslicht op locatie kan er soms een beetje te clean uitzien. Hier gebruik ik dan ook een accessoire om met een flitser toch een organisch, natuurlijk ogend lichtpatroon te creëren. Oké. En misschien nog een stapje naar voren, anders groeit daar precies zo'n ding uit je hoofd. De menustructuur van de GFX100S is heel eenvoudig en overzichtelijk. En wat ik vooral leuk vind, is dat er aparte menus en voorinstellingen zijn voor foto versus video. En heel handig zijn de configureerbare sneltoetsen. En natuurlijk ontbreekt ook een touchscreen niet. Zag je die mooie natuurlijke lichtinval en dan hebben we wat geëxperimenteerd met wat rook toe te voegen, omdat hoe meer rook en partikeltjes er in de lucht zitten, hoe meer dat die lichtstralen eigenlijk ja, echt zichtbaar zijn op de foto. En dan heb ik ook nog wat flitsers toegevoegd om toch nog wat meer pit in de foto te steken en ja, ik ben wel blij met het resultaat. Ik werk graag met dansers omdat ze all the way gaan. Ze geven zich 100% tijdens een shoot en dat past gewoon als gegoten bij de 100 megapixels van deze camera.